Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. De afgelopen week begon zo mooi. Al het leed van de wereld ging even aan ons voorbij. Het woord van de week leek dan ook te worden... Mist dus boven het land. Gerrit, wat een mooi mistig plaatje. Grote vrachtschepen zien door de dichte mist de plezierjachten niet. Met veel mist. Ook in de gebieden waar het vandaag helder was, gaat het ook mistig worden. We zijn ontwricht door de mist. Ach, wat een ellende. Ja, ook in Hilversum had men er last van. Allerlei verbindingen vielen om de haverklap weg. Maar later deze week, toen de rook rond onze hoofden was verdwenen... bleek alles op tv toch een stuk minder mooi dan gedacht. Sterker nog, de niets verhullende open en bloot sfeer van enkele nieuwe programma's op RTL 4... dwingen je bijna om de tv uit te zetten. Het begon vorige maand al met Obese. In Obese kregen 6 mensen met morbide obesitas de kans op een nieuw leven. Zij waren ten dode opgeschreven als niet snel werd ingegrepen. Of ik ga nu dood, of ik moet nu heel hard aan de rem gaan trekken. Ja, een paar maanden geleden kon je nog met het hele gezin gezellig naar RTL 4 kijken... maar nu alleen maar afstotelijke beelden daar de laatste tijd. En nu heb je daar ook nog gênante lijven en Dit is mijn lijf... waar mensen in een mobiele dokterspraktijk hun lichamelijke klachten kunnen laten zien. Als u momenteel aan de lunch zit, dan adviseer ik u nu om bij deze schokkende beelden even de andere kant op te luisteren. Ik heb last van spataderen op mijn linkerbeen. Ik hoop dat je me van mijn vrat af kan helpen. Nou, ik loop al 11 jaar met schimmelnagels. Veel mannen vinden het vervelend om zich dagelijks te moeten scheren. Gaby weet precies hoe dat voelt. Ook zij scheert zichzelf dagelijks, want ze heeft last van baardgroei. Gadverdamme. Maar, zo zegt RTL, het heeft allemaal een functie. Bij Obese kwamen de mensen dankzij het programma wel van hun overgewicht af. En bij deze nieuwe programma's is er natuurlijk het educatieve element. Er komt allemaal troep mee naar buiten toe. Met het toiletbezoek is het een bende. Jarenlang was het genre van de medische televisie het terrein van de publieke omroep. Altijd heel erg tactisch uitgezonden rond etenstijd trouwens. Maar daar bleef het aantal braakopwekkende beelden nog altijd redelijk beperkt. Voor RTL lijkt het taboe om het menselijk lichaam frontaal als een ruïne in beeld te brengen voorbij. Maar allemaal voor het goede doel, mensen weer oplappen. En daarvoor krijgen patiënten in dit soort shows echt topadviezen. Zo heeft tandarts Maaike een mail van Paddy gekregen over haar verkleurde tanden. Maaike heeft haar verwezen naar een tandartspraktijk. Ja, maar dat je ze ook prachtig kunt oplappen zonder dat daar een camera bij aanwezig is... zagen we deze week bij Nelleke van der Krocht. Die was de gast in De Wereld Draait Door. Nelleke van der Krocht, welkom. Dank je. Mag ik het even over je uiterlijk hebben? Wat heb je gedaan? Wat denk je? Nou, je hebt, om te beginnen ben je gestopt om je haar te verven. Ja. En je hebt een hele grote, reusachtige bril gekocht. Ja, op zich een grappig theeleutgesprekje... maar het was woensdag in De Wereld Draait Door verkozen... als het belangrijkste onderwerp in het programma. Tja, uiterlijk vertoon, het is blijkbaar belangrijk op televisie. Ook dus niet verwonderlijk dat vanwege een gigantische filmpremière... van de film Nova Zembla... de interviews met het bloedmooie topmodel Duitse Kroes niet aan te slepen waren. Actrice Duitse Kroes. Ik heb heel erg veel zin in de reacties van mijn ouders en mijn zus en mijn man... en wat die ervan gaan vinden. Tja, op het witte doek kun je bij een hoop mensen prima wegkomen met een lief gezichtje... Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die daar doorheen prikken. Of zoals Isa Hoes opmerkte bij de première. Laat me gewoon verrassen wat er gebeurt. Ik zei net ook al, Duits is sowieso een mooie vrouw. Dus daar gaan we van genieten. Of ze kan spelen of niet. Hoe het eruit ziet, dat is belangrijk op beeld. En niet alleen bij mensen, maar ook bij de hele entourage eromheen. Zoals bij het decor. Nou, op dat gebied wil ik toch nog even een complimentje uitdelen... naar het nieuwe grootste trouwprogramma van RTL 4, Let's Get Married. Dat gisteren van start ging... Geen armoedige kartonnen wandjes meer, maar een prachtige studioset met 2 enorme taarten, romantische inrichting. Nou ja, voor zover je een tv-studio romantisch kunt noemen dan, hè? Het romantische hoogtepunt van het weekend. Ik kan me gewoon geen leven meer voorstellen zonder jou. Wie heeft er vaker zin in seks? Leuk spelletje dit. Vandaag staan we samen in. Echt serieus hierover gedroomd vroeger? Ja, in de show treedt Winston Gerstanovic in de voetsporen van trouwshow-iconen Ron Brandsteder en Linda de Mol. 2 stellen strijden om een bruiloft in de studio. En op die grote taarten, daar staan vrienden, familie van de koppels... die door luiken naar beneden vallen als er een spel wordt verloren. Oh, daar bovenin, wie is dat? Dat is een vriend van ons van school. Voor fans van het trouwshow-genre is het helemaal niet slecht. En ook Winston doet het op zich prima als een jonge versie... van Mr. Honeymoon Quiz Ron Brandsteder. Maar toch... Soms had ik tijdens het kijken een klein beetje heimwee. Want engelen bestaan niet, maar vrouwen zoals jij.
Ja, Ron kan het qua uiterlijk misschien niet meer winnen van Winston, maar soms gaat het toch gewoon niet alleen om het uiterlijk. Zelfs op televisie. Kassie kijken met Ron Vergouwen.